Ja, er is al een hele tijd niet gevoetbald in Nederland. En dus kun je langzaam zeggen, de coronacrisis heeft het voetbal keihard geraakt. En dus is het voor technisch directeuren alvast de taak om de pijlen op volgend seizoen te richten. Want hoe moeten de selecties er dan uit gaan zien? Nou, wij maken met deze vierdelige serie de to-do-lijstjes van de vier topclubs in Nederland op. En vandaag is het de beurt aan PSV. Laten we weer starten met de zaken die John de Jong al heeft kunnen afvinken. Zo weet hij dat er minstens 5 spelers zullen vertrekken. Te beginnen met 2 keepers. Doelman Luc Koopmans werd afgelopen seizoen verhuurd aan ADO Den Haag en keert niet terug. En collega goalie Yannick van Os vertrekt na 15 jaar op de hertgang transfervrij naar Fortuna Sittard. Maar het zijn niet alleen de keepers die Eindhoven verlaten. Ook routiniers Daniel Swaap en Ibrahim Affelay nemen na dit seizoen afscheid. Kostas Mitroglou keert na een huurperiode terug bij Olympique Marseille. De Griekse spits is te duur om te behouden en heeft ook in sportief opzicht niet overtuigd. Ricardo Rodriguez vertrekt in principe weer naar AC Milan, maar PSV wil proberen om de dure Zwitser definitief over te nemen. De Jong heeft nog geen spelers gekocht, maar er komen wel behoorlijk wat verhuurde spelers terug. Armando Obispo, Mauro Junior, Dante Rigo, Maxi Romero, Hidde Jurjes, Derek Lucassen en Jeroen Zoet. En vooral voor de laatste 2 wordt het interessant. Zo heeft Lucassen het, ondanks een doorlopend contract, wel gezien bij PSV. Maar wilde Anderlecht zijn koopoptie niet lichten. En voor Zoet is het natuurlijk van levensbelang dat hij speelt met het EK in zicht. Durft hij de strijd met Oenerstal aan? Kiest hij voor een definitief vertrek? Of misschien nog een jaartje FC Utrecht? Verder lijkt ook Denzel Dumfries klaar voor een stap naar het buitenland. AC Milan, Juventus, Napoli, maar ook Manchester United zijn al gelinkt aan de rechtsback. Voor Jorrit Hendricks wordt het spannend, aangezien zijn contract in 2021 afloopt. Vorig jaar kon hij al naar Bologna. En zoals het er nu naar uitziet, lijkt het erop dat PSV hem na 16 jaar op de hertgang een transfervrije overstap gunt. John de Jong zal moeten kijken naar zijn selectie voor volgend seizoen. Te beginnen met de linksbackpositie. PSV was dit seizoen genoodzaakt om Rodriguez te huren. Als de Zwitser definitief vertrekt deze zomer, moet er een permanente oplossing worden gevonden. De naam van oude bekende Patrick van Aanholt zingt al maandenlang rond op de hertgang. Of de negenvoudige Oranje International haalbaar is, is een tweede. Thomas Ouwejan van AZ en Chris Kloster uit de eigen jeugd zouden ook een optie kunnen zijn. En Dumfries zou na 2 sterke seizoenen dus voor een buitenlands avontuur kunnen kiezen. Pagonik van VVV Venlo en Zeefuik van Groningen werden al gelinkt aan PSV, dat ook Jordan Theze nog tot zijn beschikking heeft. Centraal achterin mag er ook wel wat bij. Na het vertrek van Swaap en waarschijnlijk Lucassen zijn Baumgartel, Obispo en Nick Viergever de enige opties. Of durft de nieuwe trainer Roger Schmid het aan om jong PSV-captain Justin de Haas voor de leeuwen te gooien. En in de overige linies is PSV toch al aardig voorzien. Extra mankracht zou prettig zijn, maar minder noodzakelijk dan in de achterste linie. Alleen bij een onverhoopt vertrek van Mohamed Iataren zal PSV de transfermarkt op moeten. De spelmaker en zijn zaakwaarnemer Mino Raiola lijken echter van plan om een contractverlenging in de wacht te slepen. Voor diverse PSV'ers belooft het een spannend seizoen te worden. Zo gaat Lars Oenerstal, Robin Ruiter, Jeroen Zoet dus, Jordan Theze, de al genoemde Jorrit Hendricks en ook Sam Lammers allemaal hun laatste contractjaar in bij PSV. Oenerstal en Ruiter mogen waarschijnlijk strijden om een plek onder de lat en krijgen misschien concurrentie van Zoet. Vooral voor Lammers wordt het waarschijnlijk een rob of eronder. Aangezien de weer fitte Donial Malen waarschijnlijk blijft, longt voor Lammers een rol als stand-in. In de minuten die hij gaat krijgen, zal de Tilburger moeten staan en moeten bewijzen dat hij in staat is om Malen op termijn op te volgen. Tot slot het probleem waar eigenlijk iedereen mee kampt op dit moment. Ja, de coronacrisis. Als er in de rest van het jaar geen publiek naar het Philipsstadion mag komen, lopen de Eindhovenaren 15 miljoen euro mis. PSV kan nog eventjes teren op de miljoenentransfers van Irving Lozano, Steven Bergwijn, Luc de Jong, Angelinho en Gaston Pereiro, maar lijkt nog meer spelers te moeten verkopen voordat het zelf iets kan doen op de transfermarkt. Het woord is aan John de Jong.